ik zit ergens mee. Vertel. Ik hoor zo vaak teksten en ik worstel er echt mee over veiligheid in de groep. Kunnen we daar even een podcast over maken? Zeker. Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Beste luisteraars, fijn dat je aangesloten bent bij de missie. Ik ben hier natuurlijk nooit alleen. Ik ben hier samen met Tjane. Dag Jan-Peter. De worsteling. Ja. Veiligheid in de groep. Ja. Elke trainer heeft er denk ik mee te maken. Nou, als het goed is wel, maar wat is de worsteling? De worsteling zit hem in um, dat mensen, dat als ik met trainers spreek en ik werk veel met trainers, ik train trainers, dat, het soms, dat er soms wordt gezegd... Ja, 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 maar het moet wel veilig zijn in de groep. Ja. Um, of zelfs het is onveilig in de groep. En dan ontstaat er meestal direct een hele plechtige toon. Mm -hmm. Een soort oeh. Ja, herkenbaar. Oeh. Ja. En dan gaan we niet meer verkennen waar we het over hebben. Dus dan, dan is het de veiligheid in de groep. <gasps> Punt. Een soort dan stopt alles. Ah. Dan hebben we het er niet meer over. En ik merkte dat ik daar een soort aan mee ging doen. Dat ik ook een soort: oh ja, ja veiligheid is wel heel belangrijk. Wat natuurlijk Bucht. waar ja. is, maar niet: wat is het dan? Wanneer is het er? Dus ik, ik ben daarop gaan letten en ik ben mensen gaan bevragen: van wa, hoe kijk je daarnaar? Wat is het nou? Ik, ik heb geprobeerd om het wat open te gooien en ik ben er nog niet uit. Maar kijk. ik heb wel wat inzichten. Kijk, die wil ik wel graag gaan delen. Dan gaan we die inzichten delen, ja. luisteraars. We gaan uh, drie. Vragen behandelen. Ja. En we gaan zien op welke antwoorden we, we uitkomen. We gaan natuurlijk kijken naar wat bedoelen we nou als we het hebben over veiligheid in de groep. Ja. Um, we gaan ook omdenken, namelijk een andere benadering van onveiligheid. Ja. En we gaan het ook even hebben over ja, hoe, hoe kijk je dan naar je deelnemers. Precies, precies. Ja, ja en ja. En laten we, laten we inderdaad beginnen bij het stuk. Veiligheid in de groep, ja. dat is een heel belangrijk iets. Ik ben daar met mensen over gaan praten. Ik ben gaan zeggen van: goh, hoe zie jij dat dan? En dan zeiden mensen, ja, het is heel belangrijk. En dan zei ik, oké, okay, ja. ja. <laughs> ik, en dan zei ik, waarom is het dan heel belangrijk? En niet dat ik dat niet een soort kan invoelen. Hè, want mm -hmm. ik ben natuurlijk niet voor onveiligheid. Ik ben voor veiligheid. Maar ik wil wel, ik wilde dat. dat Wollige laagje ja. van significantie en belangrijkheid, waardoor we er niet over doorpraten, wilde ik er wel graag van afhalen. En veel mensen gaven aan dat het belangrijk is zodat mensen iets durven zeggen, zich kwetsbaar op durven stellen. Nou, 100% mee eens. Um, je kunt ook, denk ik, goed observeren, stellen mensen zich kwetsbaar op. Je kunt ook heel goed bij jezelf nagaan, stel ik ja. mij als trainer of als facilitator überhaupt kwetsbaar op? Um, en dat ik dan, als ik dan vroeg van hoe doe je dat dan, dan gingen heel veel mensen, nou bijna allemaal, zeggen naar we gaan aan het begin van de training, gedragsregels vaststellen. Ja. En dat zit hem dan in. We leggen het programma uit. Daardoor ontstaat dan veiligheid, want dan weet ik waar ja. ik aan toe ben. Ja, dat is dan de assumptie denk ja. ik. Ja, uh, dan gaan we ook nog uh, ons voorstellen, zodat iedereen elkaar een beetje kent, want dan voel je je veiliger. En dan zeg ik, maar wat laat je ze dan zeggen in het voorstelrondje? Ja, wat ze willen. Nou, dan komt er heel vaak ja. een cv... waardoor je ja. je misschien wel onveiliger voelt... want iedereen heeft meer gestudeerd dan jij. Dus, dus een ongeregisseerd voorstelrondje zorgt dan ook voor veiligheid... want dan heb je vast even gesproken in de groep. Ik vond dat ook een beetje... Hmm. En uh, de andere was dan ook... dan gaan we ook nog naar de leerdoelen kijken... zodat iedereen van iedereen weet welke leerdoel. En dan ontstaat er ook veiligheid in de groep. En dan was er ook nog een... Um, dat doen een uh, heel aantal trainers. Dat, dat verraste mij, die kende ik niet. Dan doen ze. Um, wat spreken we af over hoe we hier met elkaar omgaan? Ja. Ja, en dan ook. Uh, wa wat spreken we af over mobiele telefoons? Oh. Um, en. Toen zei ik van, maar hoe reageren mensen daar dan op? Ja, dan, dan begrijpen ze meestal wel dat ik niet wil dat je met je ja. mobiele telefoon... Ja. Ik zeg maar, dat is toch bijna meer onveilige manipulatie? Dat jij gaat zeggen, hoe gaan wij om met mobiele telefoons? Want ik heb daar een mening over. In plaats van dat je het gewoon laat ja. gebeuren of mensen de vrijheid erin geeft. En ook, mogen we hier doorvertellen wat hier intern gebeurd is? Spreken we daar iets over af? Ja, dat is ook altijd zo'n ja, ding. Ik, ja, ja, ik vond... Aan de ene kant snap ik het, hè? want je laat eigenlijk iedereen bevestigen: zo gaan we met elkaar ja. om. Hè? We maken even een soort groepsdeal. Dus ik vond, dat, ik vond er wel wat voor te zeggen. Maar als ik doorvoeg, dan, dan was het bijna nooit een soort: jongens, wat vinden we lekker om af te spreken? Even fijn. Wat, waar willen we over opletten? Maar het werd bijna altijd een soort: het is wel belangrijk dat we ons hier met z'n allen aan houden. Ja, die, die toon. De, de ja. toon werd significant en ik weet, ik twijfel zo, draagt dat nou... Ik word hier graag op uitgedaagd, uh, uh, luisteraars. Uh, draagt dit nou bij aan veiligheid? Ik denk dat het, ja, het... Volgens mij is er een soort basisveiligheid van... Ja, we, gaan, we gaan niet straks in de pauze over elkaar roddelen en dat soort nee. dingen. En, en die zou je eigenlijk van iedereen mogen verwachten. Maar door het op zo'n manier te bespreken doe je net alsof de soort woe, normaal lopen wij nu, roddelend door ja. het leven dat doen wij altijd maar in deze training doen we dat nu even niet nee. omdat wij nu weer een heilige ja. afspraak over maken dus, net, net als die ja. vraag die jij die sommige trainers stellen hoe willen we hier met elkaar omgaan eh, daar, daar komt ik bijna altijd als eerste antwoord op respectvol ja oké okay, ja. dus normaal doen we dat niet ja en, en, en wat is dat dan ja. respectvol want dat is ook nog een hele interessante. Precies. dus het is een soort ja, het is een soort basis die je dan heel belangrijk gaat ja. maken, en heel erg expliciet gaat maken. Terwijl volgens mij het veel interessanter is. Bijvoorbeeld, wat, wat bedoelen we dan met respect? Ja. Wat is dat dan? Ja, dan ga je dus een heel lang gesprek aan over hoe willen we hier met elkaar omgaan. En zit je. Ik vraag me echt af. Als je Misschien is de interessante vraag wel: als je dit overslaat, escaleert het dan volledig uit de hand. Ja. dus, 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 dus ja. wat levert het op dat je hier tijd aan besteedt? Ja. En ik snap. Dat als je met een team zit met allemaal trubbels. En we weten dat allemaal van elkaar. En we weten dat we dat nu eens boven water gaan krijgen. Dat het heel belangrijk is dat we even zeggen, luister. En, maar dan zou ik het nog bijna meer als trainer opleggen. Hoe we hier met elkaar omgaan vandaag is volgens deze regels. Ik bescherm iedereen. Dit gaan we doen. Wat willen jullie daarover afspreken? Wat gebeurt er normaal? Dan is veiligheid dus een ja. thema in ja. de groep. Wat je van tevoren weet. Ja, dan moet die denk ik op tafel. Uh, en, want dan kun je ook bespreken hoe doen jullie dat dan normaal. <laughs> maar met allemaal vreemden in een training hier uitgebreid bij stilstaan. als een soort gimmick die we nou eenmaal doen. Ja. want dan ontstaat er kennelijk veiligheid. Daar vond ik hem wat vreemd ja. voor. Ik heb nog wel. als er nu een trainer zit te luisteren. die dit altijd doet. die ja. zou kunnen denken. maar waarom zou ik het niet doen? Wat is erop tegen? Omdat er een zware sfeer ontstaat. omdat het tijd kost. en die tijd ben je niet bezig ja. met leren. Uh, maar ben je bezig met. Dit. Dit. Yeah. Um, en ik denk dus dat het zeer gevalideerd is om het wel te doen... als het nodig is voor de groep. Als het gaat over veiligheid. Als het gaat over wat doen wij nou in onze vergadercultuur. Wat gebeurt er allemaal. Dan li licht hem er maar uit. Heb het er maar over. Maar als het gaat over hoe kan ik beter verkopen. Yo, let's go. Yeah. Hier zit de eerste case. Want, want dat vind ik het voor mij tot nu toe... Ik ben nog in een zoektocht hoor. Het belangrijkste tegenargument... Ik denk dat als ik veilig een veilige relatie met iemand aanga, en dus goed manage dat ik respectvol ben en durf te challengen, omdat ik je groot zie, uh, en uh, ook oplet dat ik in de groep mensen in bescherming neem die niet gehoord worden. Als ik die dingen goed demonstreer en laat zien, en in combinatie eigenlijk drie dingen. Mezelf ook nog kwetsbaar opstellen en mezelf ook een lul durven vinden en durven zeggen: Oh, daar faal ik soms heel erg in. Als ik die drie dingen nou demonstreer en uitdraag, ja. dan vertel ik toch: Het is hier bij mij veilig. Ja. Dus ik zal ze nog even proberen te noemen, want ik uh, rommelde ze er een beetje ja. uit. Dus ik stel mezelf kwetsbaar op ja. en, en durf mezelf ook uh, een lul te noemen. Um, de tweede is. Ik stel me beschermend op naar de groep. Hè. Dus als iemand iemand kwetst, dan, dan sta ik op. En dan zorg ik dat dat, dat daar iets. dat iedereen zich beschermd en gehoord voelt. En. Um, het, het, het creëren zelf van de veilige relaties ja, tussen jou en je deelnemers. ja Dus ik ga ja. respectvol met mensen ja. om. Ik wil ze horen. En ik zorg zelfs dat ik voorafgaand aan de training echt denk. in ieder van deze deelnemers zitten 86 miljard hersencellen. Ik, ik zoveel respect voor jullie. Ik, ik niet. Hier komen we deelnemers en die moet ik eerst eens even... via een veiligheidsdiscussie ja. met elkaar laten overleggen... over hoe we hier met elkaar omgaan. Dus ja, dat. Ja, ja het is, dus er valt echt wat tegen te zeggen. Ja. Je zou het op een hele andere manier kunnen doen. En jouw vraag vind ik ook nog heel interessant. Hè? Is het dan maar ineens veilig? Omdat ja. je hebt gezegd, we gaan hier respectvol met elkaar om... en de telefoons gaan uit. Nee, ja. maar ja, is er dan ineens veiligheid? Ja, en volgens mij breng je daarmee ook iets in de ruimte waardoor mensen echt even ja. bezig gaan met wat is dan hoe bedoel je waarom doen we dit wat een nou oké okay, ik zal maar meedoen want ik wil niet tegen veiligheid lijken dus ik ga maar braaf zeggen dat respectvol ja. en wijs belangrijk is maar hun hersencellen zijn daarmee bezig terwijl is er überhaupt een probleem wat opgelost ja, moet worden? Juist. Ja. Dat vind ik wel niet zo. Ja. want door het zo groot te maken kun je ook aanwakkeren. Oh ja, het zou ook nog eens het oh, het zou hier onveilig kunnen ja, zijn. Ja. Ja, en, en dan ga je. Dan, dan sla je. Uh, wow. Dan ga je juist yes, de andere kant ja. op. En, en je zou ook kunnen denken, daardoor als deelnemer. Oké, okay, dit, dit gesprek hebben we vast niet voor niets. Er komen we vast ja. hele enge rollenspellen. Ja. Met hele enge dingen. En dan krijg ik hele enge feedback. Ja. Dus ik moet me daar nu mentaal vast op voorbereiden. Dus eigenlijk ga je je bijna meer schrap zetten. Ja. dan dat je zin krijgt om lekker los te gaan. Een soort slapende honden. wat we ja. maken ja. Ja. ja ja, en het andere wat ik ook nog bedacht is. stel je nou voor dat ik zo'n trainer ben. en ik doe. En mezelf uitgebreid voorstellen, het programma vertellen, um, uh, leerdoelen, iedereen zich voorstellen. Dus je en bent een de boring trainer. Uh, boring yeah. trainer de, en ik doe de veiligheids-, veiligheidsgesprekken, yeah. de veiligheidsafspraken maak ik. En er zit iemand in mijn groep, die gaat thuis door een scheiding, die gaat door de hel. Die is verdrietig, die weet niet waar hij het zoeken moet, maar die moest wel naar de training, want die had zich nou helemaal opgegeven. Die heeft vanochtend nog weer bedacht. Wat moet ik eigenlijk in mijn eentje? Kan ik ooit nog iemand vinden? Dat is de plek waar deze persoon zit. En die wordt gepest, een beetje op het werk, door iemand. En die heeft ook net gehoord dat die persoon in een scheiding ligt. En die vindt dat wel mooi, want die gunt hem dat. Stel dat dat aan de hand is. Zo. Heb ik dan echt de illusie dat doordat ik die stappen doorloop, dat dat onveilige stukje wat daar zit, waar ik niets mee te maken heb, ook niet voor verantwoordelijk ben, maar dat dat ineens weg is? Nee, ja, dat is natuurlijk nee, onzin. Dat, ja. dat, ja. In dit geval is dat gewoon een schijnveiligheid... Ja. die misschien degene die in het veiligheidsgesprek moet... die in die scheiding zit, alleen maar ongeruster maakt. Van, oh god. Ja, ik, ik zie hem of haar nu knikken dat we dat zo gaan doen. Ja, maar dat maar gaan we helemaal nee. niet zo doen. Want, en iedereen weet het hier. Dus ja, ik, ik, ik heb daar geen oplossing nee. voor. Hoe ga je dan nee. om met zo'n situatie? Als, zeker als je het niet weet als trainer... En ik denk dat we het vaak niet weten als trainer, maar ik weet niet of zo'n veiligheid zijn significatie of dat helpt. Nee. nee, dus je zegt inderdaad van voor dit specifiek heb ik geen oplossing, maar dan zou het gewoon voor het creëren van veiligheid zou je wel kunnen kijken naar doordat ik ben en doe als trainer. Ja. Daarmee creëer ik de veiligheid ja. in plaats van we gaan het er nu zwaarmoedig over hebben. Ja, ja. Ja, dus ik denk als je die drie punten voor jezelf als heilige punten hebt, ik als facilitator laat kwetsbaarheid zien, zodat iedereen weet dat ik niet een soort hoge status ja. over, ik weet het allemaal beter dan jullie. Uh, natuurlijk, ik weet veel en natuurlijk, ik heb me voorbereid, maar ik ben ook maar een mens, moet ook naar het toilet. Uh, ik, ik, als er iets gebeurt waarvan ik denk, hé hey, ho ho, zijn we hier wel lief voor elkaar, dan spring ik er bovenop. En... Um, en ik gedraag me in de relatie dat ik wel durf te challengen, maar dat ik wel laat zien. Ik denk, ik kan jij nu challengen, omdat ik denk dat jij beter kan. Ik zie een stap voor je. Volgens mij, als je die maakt, wordt het beter. Dus ik durf nu te zeggen waar het misgaat. Ja. Volgens mij, als je dat allemaal praktiseert, heb je dan niet een grotere benefit dan dat je een beetje brain dead je mooie stapjes neemt, waardoor er een schijnveiligheid ontstaat. Dat was mijn, mijn idee. Ja. Ja, en goed. Ja, dus, dus je wilt als trainer van die onveiligheid af, als die er al is. Ja. Maar dan is nog wel de vraag, wat, wat, maar, en, wanneer en dan, is het nou veilig en wanneer is het onveilig? Ja, is het per, eigenlijk ga je er per definitie vanuit, een trainingssetting is een onveilige situatie. Ja. Terwijl een trainingssetting, luister, eventjes over ons mens speelt, als trainers. En als opleiders en als facilitators. Ieder mens. Begint met leren, zijn hele leven. Je gaat ongeveer 300 keer op je billen vallen of lelijk terechtkomen voordat je kunt lopen. Wij leren allemaal de hele dag. Wij, wij gaan relaties aan, wij houden de hand van onze geliefde af, uh, ouders vast terwijl ze aan het sterven zijn. Wij kopen huizen, wij hebben gokverslavingen. Wij, hebben, wij, wij rijden in ijzeren auto's en rijden 30 kilometer te hard. Wij, wij zijn allemaal super onveilige ja. en veilige wezens. Ja. Wij, wij, wij wij zijn wij, wij zijn niet een soort mensen die betutteld moeten worden met ga jij rotten na aflopen of ga je dat niet. Wat wat the fuck? Weet je wel, dat bepaal ik altijd nog zelf wel en dat doe ik dan wel in de kroeg hierna. dus dus zit er niet een soort mensbeeld in van nou ik ga dus nu met jullie werken. Jullie zijn natuurlijk dommer dan ik. Daarom gaan we even veiligheidsafspraken maken. Want ik kan jullie niet vertrouwen dat je anders gewoon veilig en lief met elkaar omgaat. Ja, dat dat ja. een beetje. Dus, ja. dus, dus al die mensen die voor je zitten, die hebben super verantwoordelijke levens. Die maken beslissingen over leven en dood. Die bedrijven de gepassioneerd de liefde. Die hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Die hebben in de diepste abyss gezeten. Wie zijn wij dat we denken? Nou, vandaag moeten we even veiligheid creëren. Ja. Dat kunnen ze echt wel goed ja. zelf. Ja, ze kunnen voor zichzelf opkomen. Ja. Ze kunnen kritisch zijn. Ze kunnen vragen stellen. Ze kunnen aangeven: ik vind het nu niet oké. Okay. Ja. En wij kunnen ja. ook nog goed opletten als iemand dat nog gaat... Want ja. ja, er bestaat zoiets als groupthink. Er bestaat zoiets als sociaal wenselijkheid. Ja. Dus natuurlijk, als iedereen maar in dat rollenspel meegaat, wordt het heel moeilijk om te zeggen: ik wou hem eigenlijk niet doen. He, dat, dat begrijp ik ook. Maar daar ben je bij en daar kun je mensen in lezen. Je kunt ze uitdagen. Dat jo, is ook je taak, ja, toch? Het is je trainer, facilitator. Ja. Ja, ja, ja. En wat ik ook nog bedacht, en dat kwam een beetje door Adam Grant. Uh, Adam Grant, uh, wie kent hem niet? <laughs> we hebben al meerdere podcasts aan ja. hem gewijd en aan, aan zijn boek Think Again. Um, hij sprak uh, tegen ons in uh, San Diego en hij zei... kunnen we niet een cultuur gaan creëren... Where it is unsafe not to speak up. Ja. Dus waar het eigenlijk onveilig is om niet te zeggen wat er eigenlijk speelt. Ja. In plaats van, nou, we gaan kunst, kunstmatige veiligheid creëren. waardoor we eigenlijk niks meer gaan zeggen tegen elkaar. En, en toen zat ik te denken, wat is nou een voorbeeld van waar het onveilig is om niet te zeggen wat je vindt? En toen dacht ik, ja, in je relatie. Stel, Roelien en ik gaan lekker uit, uit eten ergens. Roelien draait nog een rondje voor me, pirouette. En die zegt: hoe zie ik eruit, schat. En ik zie dat haar onderbroek boven haar broek uitsteekt. Weet ik van wat. Ik zie, dat, ik zie oh, iets, ik zie iets ja. verschrikkelijks. Uh, iets wat zij in elk geval niet wil. Ik weet dat het voor sommige mensen echt mode is om <laughs> ja. een prachtige slip of een boxer boven iets uit te laten zeggen. Maar laat ik, ik weet dat dat bij haar niet het nee. geval is. En ik zie het. En ik zeg niks. Dan, en stel je voor dat zij vervolgens in het restaurant naar het toilet gaat en zij ontdekt: what the fuck? Dan, en zij gaat na: hoe lang is dit al zo? Nou, dat is al zo, ook tijdens ja. dat ik die pirouette voor mijn eigen vrouw deed. Dan, dan is het toch heel logisch dat zij vervolgens boos naar mij toestapt en boos is dat ik niet de onveilige opmerking heb gemaakt dat zij um, er niet uit zag. Ja. Dus het is dan toch terecht dat ze zegt... had je maar niet even iets kunnen zeggen? How dare you? Jij bent de persoon die het meest van me houdt. Hoe, hoe kun je me dit flikken? En toen dacht ik, ja, dat is toch waar we eigenlijk naar moeten streven? Ja. Dat, dat stel je voor dat jij presenteert een podcast-idee, een, een, een aflevering-idee. En ik denk, nou, is helemaal niks. Luisteraars knappen er totaal op af. En ik ga het niet zeggen. Dan ben ik toch onveilig? Ja. Dus... Dus zit, zit het niet veel meer dat we hem moeten flippen, dat we andersom moeten kijken: van maak ik het niet juist super onveilig door allerlei dingen niet te zeggen? Terwijl je, omdat we collega's zijn, we zitten in hetzelfde team, we hebben hetzelfde doel, dat je ervan uit mag gaan dat ik jou red, waarschuw, de waarheid zeg, zeg bakker, nu ging je te ver. Ja, en, en ik denk ook door, door die. Zwaarmoedige gesprekken aan het begin. Gaan ja. mensen denk ik eerder denken. Ja. Zonder, dat wil je niet. als nee. trainer, Maar ik denk wel dat ze eerder denken. Ja. Oké, okay, dan ga ik dus niet scherpe kritiek leveren. Want dat is dan waarschijnlijk niet veilig. Want dat is niet respectvol. Want, want, want zo gedetailleerd maken we het gesprek ja. vaak niet. Waardoor ze zich niet uitspreken. Waardoor mensen een oefening doen. De oefening gaat niet goed. Krijgen daar dus niet echt goede feedback. Nee. recht te horen. Nee, je was wel verder heel aardig. Ja, ja. Um, ...waardoor goed, ze het op de, in de, uh, de werkvloer ook weer niet goed doen. Ja, die situatie. Misschien ja. creëer je met al die veiligheidsmaatregelen bijna wel onveiligheid. Zo. Nou, nou, dat dacht ik dus. Nou, dat dacht ik nog niet. Maar daar kom ik nu achter in het gesprek dat ik dat denk. Dit was de worsteling. Ja. Is de worsteling. Ja. ja. Waarbij veiligheid super belangrijk is, want anders kunnen we niet leren. Ja. Als het te onveilig is, valt er niks te leren. Ja. Maar waar we ook reëel moeten zijn over, wat is onze rol daarin? Wat kan ik er zelf aan doen? Ja. En waarbij we, denk ik, kritisch met z'n allen moeten kijken, welke gimmicks zijn we gaan doen? En leveren die echt op wat ze moeten doen? Ja. Met als uitzondering natuurlijk, stel je gaat met een team werken die zegt, het is hier onveilig. Ja, dan ja. moet je het misschien wel even over veiligheid gaan hebben. Ja. Dat, dan moet die op de agenda. Ja, en dus. Wat bedoelen we nou met die veiligheid? Ja. Van dit, dit, dit laatste van Emma Grant is natuurlijk, wat bedoelen we nou met veiligheid? Ja. Is dat uh, we zijn aardig voor elkaar? Of is dat als we zien dat iemand iets niet goed doet? Niet goed doet? Uh, en, dat, en dat uitstraalt, ik ben van plan om dat straks op de werkvloer ook weer zo te doen. Ja. Ja, dan moet je je uitspreken. Ja. En, maar je wil niet een deal sluiten dat dan de andere vijftien die kijken naar jou terwijl je oefent, dat die allemaal nee, zeggen. Nee. Je wilt, je wilt niet een soort. Dat wil je ook weer niet afspreken. Nee. Dus misschien kan je daar wel afspraken over maken. Maar, maar vooral maak het nou eens onveilig om niet ja. te zeggen wat er is. Ja. Nou, nou. En zo ronden we deze podcast af. Nou ja. bij het wel een soort van antwoorden. Ja. Maar ook nog wel wat vraagtekens. Ja. En dat wilden we ook wel. Ja. Want wij hebben hier ook niet alle wijsheid in pacht. Dus we zijn ook heel benieuwd. Hoe onze luisteraars daarover denken. Ja, wat denk jij? Wat vind je ervan? Uh, heb je, wil je enorm verdedigen dat je in het via zo'n veiligheidsdiscussie wel voor elkaar krijgt? Wat zijn de afwegingen? Wat kunnen we hier met z'n allen in de wereld van LND nog van leren? Want ik wil in ieder geval niet blijven hangen in is het wel veilig in de groep. <laughs> Want veiligheid bestaat niet. Veiligheid is niet aan tafel. Het is niet een ding. Nee. Het is. Is het veilig tussen ons? Ja. Durf jij iets te zeggen tegen mij? Durf ik iets te zeggen tegen jou? En natuurlijk zijn er omstandigheden dat je het even niet durft, want je ziet dat die ander door zijn hoeven gaat, woedend is, verdrietig is. Dan ben je even voorzichtig met elkaar, maar betekent niet dat er niet een moment komt waarop je kunt zeggen wat je wil zeggen. Nou dat. Nou dat. Nou, ik vond het een hele veilige podcast, een beetje, een beetje lafjes en een beetje van die beige. Maar wat wat zullen we afspreken rondom onze mobiele telefoons? Anders ja, um, ja, ik zou denken nee, dat we er nee, respect, respect nee, respectvol, ja. respectvol mee omgaan. Luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. Check vooral het bijbehorende artikel op www.brainbakery.com. En dan de Brain Snacks. En heel graag tot de volgende keer. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com. Of volg ons op onze socials.